Misschien herken je het wel. Een vriendin van je moeder of een familielid heeft geld overgemaakt naar een liefde in het buitenland, maar heeft die persoon nog nooit in het echt gezien. Een typisch kenmerk van datingfraude. In Nederland is er in 2019 voor 3,7 miljoen euro aan schade gemeld. En die schade is in 2020 gegroeid tot ruim 4,1 miljoen euro. Dit komt neer op een schadebedrag van 16.500 euro per datingfraudeslachtoffer. En dit is alleen de gemelde schade. Je kunt je voorstellen dat vanwege schaamte lang niet alle slachtoffers zich melden. Genoeg reden voor ons om hier eens diep in te duiken. Want hoe werkt deze vorm van fraude nou precies? Waarom trappen mensen hierin? En wie zit erachter? Hi. Hey, it's what hoor. How are you? You have a beautiful voice. Dit is de stem van David. David is zo'n datingfraudeur die we aan een lijntje houden. I'm not really good in English. We kregen David getipt via iemand die iemand ontmoet op de datingapp Happn. Al bij het eerste gesprek was het voor haar duidelijk dat David een nepprofiel was. David stuurde zijn telefoonnummer, zodat ze het gesprek via WhatsApp kunnen voortzetten. Vanaf dat moment namen wij het contact over. En dat is het begin van een maandenlange jacht op de persoon achter David. I can't wait to see you. I can't wait to look closely to your eyes and tell you how beautiful you are. David denkt dat hij contact heeft met een vrouw van middelbare leeftijd, genaamd Marianne. You make me really happy. In werkelijkheid speelt mijn vriendin Novella de stem van Marianne, waarvoor ze dus nu expres slecht Engels praat. You make me really happy too. David zegt zelf een 52-jarige Amerikaanse militair te zijn die in Wassenaar woont en werkt op de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Hij is een weduwnaar geworden nadat hij zijn vrouw heeft verloren aan kanker. Hij heeft één dochter van 16 jaar, Cindy, die nog in Amerika woont. We krijgen haar e-mailadres, zodat we met haar in contact kunnen komen. Iedere ochtend verwendt hij Marianne met romantische teksten en prachtige plaatjes. Ze lijken nu al niet zonder elkaar te kunnen. Maar na 2 dagen van intens contact krijgt David's leven een dramatische wending. Hij wordt naar Afghanistan uitgezonden om te vechten. Maar net voordat hij vertrekt, stelt hij Marianne een hele bijzondere vraag. We hebben nu een paar dagen contact met David. Nou, kan je vertellen, David is een hele romantische man. We krijgen elke ochtend hele liefdevolle teksten van hem. En we hebben goed nieuws, want hij heeft ons zijn huwelijk gevraagd. Hij zei, het voelt goed, dus waarom zou ik wachten? We zijn nu verloofd met David. Toch rammelt zijn verhaal nogal. Vanaf het begin af aan is het ons al duidelijk dat hij geen Nederlands kan. Hij lijkt een translator-app te gebruiken om teksten te vertalen vanuit het Engels naar het Nederlands. Dit zagen we onder andere aan het berichtje. Ik begrijp het echt, honing. Wat de letterlijke vertaling is van I really understand, honey. De liefdesverklaringen die hij iedere ochtend stuurt, plukt hij in veel gevallen simpelweg van internet. Daarnaast stuurde hij ons verschillende keren berichten in het Frans en zelfs in het Russisch. Zou hij dan ook contact hebben met mensen die die taal spreken? David maakt gebruik van een Nederlands WhatsApp-nummer. Maar hoe kan het dat iemand die waarschijnlijk niet in Nederland zit, toch een Nederlands telefoonnummer heeft? Het enige wat je nodig hebt om een Nederlands WhatsApp-telefoonnummer te krijgen, is de verificatiecode. Er zijn een hele hoop websites die verificatiecodes doorsluizen naar jou, waardoor je dus een buitenlands telefoonnummer kan koppelen aan jouw WhatsApp-account. Laten we voor de grap Duitsland kiezen. En nu kan ik kiezen wat voor code ik wil ontvangen. Dus voor $1.50 heb ik, als ik goed is, straks een Duits WhatsApp-account. Oké, dan moet ik dit telefoonnummer invullen wanneer ik WhatsApp installeer. Ja, ik heb hem. Face met verifiëren. Ploep, gelukt. Dus als het goed is, heb ik nu een Duits telefoonnummer. Ja hoor, plus 49. Dit maakt voor oplichters het verhaal dat ze bijvoorbeeld uit Nederland komen een stuk overtuigender wanneer ze daadwerkelijk een Nederlands telefoonnummer hebben. Wat ben je aan het doen? Heb met David. Er lijken meerdere mensen het account van David te beheren, want hij is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Maar we kunnen hem alleen bellen op specifieke tijden. De ene dag voor 6 uur en de andere dag na 6 uur. Hij neemt gewoon niet op. Ja, hij belt zo meteen wel terug. Dat denk ik ook wel, ja. Het lijkt er dus op dat we moeten wachten op de persoon die de stem van David speelt. Aan het begin dacht ik wel, waarom zou je hier intrappen? Je hebt toch meteen door dat dit nep is. Maar die man is je constant aandacht aan het geven. Dan voelt dat gewoon goed. En omdat hij altijd bereikbaar is, verwacht hij ook dat wij dat zijn. Gemiddeld stuurt hij ongeveer 200 berichten per dag. Of sturen we dat heen en weer. En
En dit kost enorm veel tijd en aandacht. We willen namelijk zelf ook niet door de mand vallen als nepprofiel. Op verschillende momenten probeert hij Marianne te indoctrineren. Hij houdt je dus echt in zijn greep. Hij wil constant weten waar je heen gaat, wat je aan het doen bent. Je mag met niemand praten over je relatie, alleen met hem. Waardoor je hem meer dingen gaat toevertrouwen, omdat je een geheim hebt samen, wat band schept. En dat is natuurlijk wel een beetje tricky. Want stel, je krijgt twijfels en hij heeft je zo hard geïndoctrineerd dat je niet mag praten over die relatie met hem. Dan kun je nergens je twijfels kwijt. En dan komt hij straks natuurlijk met een vraag waarbij hij jou iets toevertrouwt. Bijvoorbeeld, wil je me alsjeblieft helpen? Ik heb geld nodig. Je bent de enige die ik kan vertrouwen. En dan kan ik me voorstellen dat mensen er langzaam wel intrappen. Zo lijkt hij zijn slachtoffer dus te willen isoleren. Inmiddels hebben we al ruim 2 weken contact met David en wordt de relatie steeds intenser. Het gekke is dat hij nog steeds niet over geld begonnen is. Waar hij wel over begint is WhatsApp-seks, waarbij hij meerdere keren heeft gevraagd om naaktfoto's. Nou, die kunnen we regelen. Zo. Oh, ja, wacht. Dit werkt wel. Mm-hmm. Stop je vingers in. Gadverdamme. Nou, dit is mijn navel maar. Meer dan haar gereed dan, hè? Ja, dit kan wel. Het wordt al beter, hè? Het wordt al beter. Hier kan je wel fappen. Deze, denk ik, hè? Ja. Oké. Okay. Puntje. Ja. Moet even kantelen. Zo. Ik vind dit wel een goede tease, hoor. Ik denk dat we het wel hebben. Ja. Hij geloofde ze. Hij heeft een foto gestuurd. David stuurde ons verschillende foto's van zichzelf en zijn dochter. Om erachter te komen of deze foto's vaker worden gebruikt door oplichters, besloten we ze in verschillende zoekmachines te gooien. Zal ik beginnen met Google Images? En ja hoor, we vonden inderdaad verschillende websites waarop werd gewaarschuwd voor oplichters die gebruik maken van dezelfde foto's als David. Op Tinder. Claims he lives in Leeuwarden, Netherlands. I was almost called out by a man in Ghana using a guy's profile pic. He was asking £2,800. William Harmon. Het is in 2014. Zelfde foto's. Hey. Een bankaccount en een... Western Union account. Ja. In Ghana. Ja. En in Istanbul. En net zagen we ook een bankaccount in Ghana. Dus de meest recente profielen waar die slachtoffer bronselt zijn op Tinder en Badoo. En dus blijkbaar Happn. De foto's die David gebruikt zijn dus de linken aan oplichters in Ghana en Turkije. Maar waar zou onze oplichter zitten? Om de grove locatie van onze oplichter te achterhalen, hebben ze een IP-adres nodig. En die kunnen we achterhalen aan de hand van een IP-tracker. Een IP-tracker is simpelweg een linkje waar de oplichter op gaat klikken, waardoor wij kunnen zien wat voor apparaat hij gebruikt en wat zijn IP-adres is. En met zijn IP-adres kunnen we zijn stad en zijn land achterhalen. Oké, dus we gaan nu naar David een berichtje sturen. Een linkje naar een leuk plaatje voor hem. Voor mijn lieve man. Kusje. Oké, nou. Nou. Hé, hey, jij hebt erop geklikt. Echt? Ja. Lekker hoor. Ja. Ghana. Afrika. Afrika. Als de oplichter in Ghana zit, hoe komt hij dan in contact met Nederlandse slachtoffers? Onze tipgeefster heeft David ontmoet op een dating-app genaamd Happn. En Happn werkt op basis van je locatie. Als je elkaar een keertje gepasseerd bent, dan kun je elkaar matchen. Ook Tinder werkt bijvoorbeeld op basis van je locatie. Hoe kan de app denken dat hij in Nederland is, terwijl hij waarschijnlijk nooit in Nederland is geweest? Nou, daar is een heel simpel trucje voor. Je kunt namelijk je locatie faken. Als ik nu naar een app ga die mijn GPS spoeft, kan ik iedere locatie op de wereld kiezen als mijn locatie. Nou, laten we even voor Parijs gaan. Spoef. En als ik dus nu mijn locatie opvraag om GPS op Google Maps, denkt de telefoon dat ik in Parijs ben. Dus hier hebben we nu matches van Happn in Parijs. Het is een super eenvoudig trucje, maar heel effectief. Want zo kunnen oplichters zich dus specifiek richten op Nederlanders. Inmiddels zijn we al weken in contact met David. Zijn leven als militair in Afghanistan valt hem zwaar. Zo heeft hij al meerdere bomaanslagen overleefd en verschillende collega's verloren.
Maar wat ons vooral opvalt, is dat hij na al die tijd nog steeds niet laat doorschemeren hoe hij ons wil oplichten. Hij lijkt dus enorm geduldig te werk te gaan. Totdat... Hé, zij wil geld. Waar? Ja. Hallo? David? Ja, hallo. Hey, how are you? I'm not fine, you know. What's going on? There's my package, a very valuable package I deposited with a security company in UK. What package? The package. It's some vital documents and some expensive jewelry and some kilos of gold that I saved. You know, I was hoping that when I retire from the army, I would sell and use it to set up a private business for myself. So I received an email from the company that they are having internal issues with the government, and I need to come pick up the package because they are having a problem. Or I send them someone they can deliver the package to. Is it possible that you help me receive the package and keep it safe? But I live in Holland, not in the US. Yeah, but I would come after my stay here in Afghanistan. I would come straight to you. Yeah, that will be nice. Yeah, I know. I would like that you help me send you flights to the company and let them know you'll be receiving the package on my behalf. Yeah, I love you too. Bye. We volgen David zijn instructie op en mailen met het bedrijf. Omdat we een e-mailadres kregen van het bedrijf, kwamen we op de website terecht. Dit is de website. GSL Security Logistics. En op deze website zie je vooral kluisjes gevuld met goudstukken. Na een klein beetje zoeken op de site kom je wel snel achter dat dit gewoon een simpele WordPress site is. Een website van een nepbedrijf dus. Na een tijdje heen en weer mailen komt de aap eindelijk uit de mouw. Om het pakket van David te kunnen ontvangen moet Marianne namelijk de verschepings- en administratiekosten betalen. Er wordt slechts een bedrag van €3880 in rekening gebracht. Natuurlijk vraagt Marianne waarom hij dat zelf niet kan betalen. And the rule here is that we do not have any outside transactions whilst deployed overseas. David beweert dus dat hij niet bij zijn rekening kan vanwege veiligheidsredenen. We stellen de betaling uit door te beweren dat we op dit moment geen internationale transacties kunnen doen. Everything is okay, but I'm not relaxed, you know, because of the package. Yeah, I understand, babe. I understand. I'm asking you, babe, for the payment, so you can pay for the package so that they deliver it. If you get a local account, I mean in Holland, can you make the transfer to the company today? We gaan met zijn verhaal mee en vragen GSL om een Nederlands rekeningnummer te regelen. De heer Weteringen, you can make the transfer with the below payment details to our correspondent officer. Een Rabobankrekening. En een bedrijf. Rotterdam. We sell products to Africa, Europe and more countries. Maar hoe komen ze aan hun dan? Ja, dat is een goede vraag. Ze hebben dit in 24 uur geregeld, hè? We besluiten de betaling nog een keer uit te stellen en krijgen nu weer een ander rekeningnummer. Binnen no time ontvangen we verschillende rekeningnummers uit verschillende landen. Nederlands, Turks, Engels en Belgisch. Hoe kan dat? Hoe komt David in een korte tijd aan zoveel verschillende rekeningnummers, waaronder die van bedrijven? Nou, dat komt omdat David hier niet achter zit. GSL blijkt een front van een pikkersnetwerk. Een pikkersnetwerk is een netwerk van witwassers dat samenwerkt met fraudeurs. Ze werken niet alleen samen met datingfraudeurs, maar ook bijvoorbeeld mensen achter spam-e-mails of andere vormen van fraude. Hun taak is te ontvangen en witwassen van het geld en zorgen dat de oplichter uitbetaald krijgt. De fraudeurs werken dus onafhankelijk van elkaar in teams. De datingfraudeur begint en onderhoudt de relatie met een slachtoffer en de pickers handelen het financiële gedeelte af. Onderling verdelen ze de winst. Tijd om de rollen om te draaien en de oplichters zelf in de val te lokken. Om erachter te komen wie de oplichters zijn, hebben we een truc bedacht. We hebben namelijk een app laten maken waarmee ze zogenaamd de betaling moeten verifiëren. Dus die app moeten ze installeren om het geld te ontvangen. Wat er gebeurt als ze de app installeren, is dat ze een code moeten invoeren en dat ze een account moeten aanmaken. En vervolgens moeten ze de algemene voorwaarden accepteren. Als ze die algemene voorwaarden hebben geaccepteerd, dan wordt er vanaf dat moment, iedere keer wanneer ze de app openen, een foto en een video gemaakt.
en we krijgen de exacte locatie door van de oplichters. En zo proberen we erachter te komen waar de oplichters precies zitten en wie ze zijn. We doen verschillende pogingen om David te overtuigen de app te installeren. Zo sturen we namens onze netbank de instructies de betaling te verifiëren. Dus dit is het berichtje dat David straks van ons krijgt. We claimen dat dit de normale gang van zaken is voor internetbankieren in Nederland. Iets wat hij zogenaamd moet weten, want hij woonde immers in Nederland. Maar helaas hapt David niet. Ah, wat stom. Poging 2. We sturen e-mails en gespoefde sms'jes namens onze netbank met de instructie om de app te installeren. I sent the e-mail. Darling, let me check out and I'll ring you back, alright? Okay. Maar ook nu weer, geen succes. Hello, I think it would be better to get to the bank. To the bank? Yeah. Dit is poging 3 en vandaag gaan we nog een stapje verder. Noelle gaat dus net doen alsof ze bij de bank is. Stuurt opnieuw de app en opnieuw een nieuwe transactiecode. Als ze dat niet wil installeren, dan gaat ze hem bellen. En dan zal ik de medewerker spelen van de bank. We hebben een laptop klaarstaan met bankachtergrondgeluiden. En wij zitten er klaar voor. We sturen opnieuw een linkje naar de app en zeggen dat er problemen zijn bij de bank. Hij belt. Yes, David. Sorry, what's going on? Let me explain. I will give you to the bank employees. Can you listen to me? Hello, this is Alex van Dam from Digital. What I'm saying? No. Hello. I'm here with Miss Hello. Van Weteringen. What's the problem? She just installed her digital banking app and then she canceled the transaction. So in our system, it's being recorded as fraudulent. So right now we have to verify twice if she does an international transaction. It's just a process of 1 minute, you can easily do it. But if you don't, unfortunately, we can't do anything for her because all the international transactions will need this process. Do you understand, sir? Okay. Yeah. Because the transaction goes to Danny White, right? Yeah, Danny White. Yeah, it's a transaction of 3,880 euros. Is that correct? Yeah. Okay, so the transaction ID I'm going to give you is P, U, B. So can you repeat it for me? P, U? Yes. B, F, I? Yes. Yeah, that's correct. Okay. You have to fill in that code and we will verify the transaction for you. Can I do that later on? Yeah, but you really have to do it soon because we otherwise have to generate a new transaction ID. Do you understand? Yeah, can you give my wife back the phone? Can I speak to her? Yeah, sure. David? A lot is going on here. Yeah, I understand, but... So, I'm gonna try... Alright, do that right away. Maar hij hield zich niet aan de afspraak en belde na 20 minuten terug. I appreciate it and I owe you a lot. I owe you a lifetime together. Yes. Alright? Yes. So, I really wanna do it, but it's not possible for me. I don't understand why this is so fucking difficult. But difficult? It's not on me, it's on the bank. I really can't do anything. We kwamen met David maar niet verder. We besloten om Marianne op te laten nemen in het ziekenhuis, waardoor haar bankzaken even op zich moesten laten wachten. Heb je het benauwd? Ik denk aan me. Ik call the ambulance. Verzonden. En wat heeft hij tot nu toe gezegd? Hij geloofde het. Dit gaf ons de kans om de jacht te openen op andere datingfraudeurs. Binnen een dag hebben we meer dan 10 nepprofielen van vermoedelijke datingfraudeurs in beeld. We besluiten onze val nog een keertje in te zetten. We hebben een foto. Het is zo gek om deze man nu in het echt te zien. En al die tijd hebben we contact gehouden met David, de oplichter waarmee we dit hele onderzoek begonnen.